Ik kreeg dus ook meteen al mijn kaartje waar inderdaad op stond Typo3. Ik ben zeg maar 5 jaar community manager geweest voor Typo3. Ik zit nu nog in de community working group en schrijf nog wel wat over Typo3. Maar dat is niet mijn hoofdzakelijke werk meer, moet ik zeggen. Ik heb het 5 jaar gedaan, waar ik heel veel geleerd heb zeg maar, over hoe je eigenlijk met communities omgaat. En wat de knelpunten zijn. En ik moet ook zeggen eigenlijk dat de Drupal community en de Typo3 community best veel op elkaar lijken. Ook zeg maar, qua product. Dat we toch een enterprise product hebben. En ook qua inzet, denk ik. Er zijn heel veel mensen van de Drupal community waar ik heel goed mee kan opschieten. We hebben een CMS Garden initiatief samen, waar Drupal ook bij staat. Waar met name de mensen van de User Group Berlijn gewoon super actief bij zijn. En ik ken een aantal mensen van de board, ook Jam die hier zit. En eigenlijk vind ik zelf iets heel open source, dat is wel eigenlijk wat ons allemaal samen bindt. Ik ben zelf niet zo heel erg actief met het bouwen van websites in Typo3. Dus dat is iets wat mij niet zo heel erg zeg maar, bindt aan Typo3. Ik ben er wel mee groot geworden, dus vanaf 2000. Dus het heeft altijd een plaats in mijn hart, maar dat heeft Drupal ook. Buiten dat ben ik eigenlijk dit jaar zeg maar, begonnen met heel veel community management. Ik zit in Community Managers Nederland, zeg maar, in de stichting. Ik organiseer de Community Leadership Summit in Europa voor OSCON, dat is ergens in oktober. Dat is ook interessant, als het goed is wordt dat helemaal gratis, dus ik kan hier gewoon gratis naartoe. Er is ook een initiatief dat heet CMX, Community Manager Exchange, wat eigenlijk in San Francisco en in, ik geloof dat zelfs nu in New York plaatsvindt. Dat gaat ook naar Europa toe komen, daar speel ik ook een rol in. Dus ik vind het ontzettend leuk om dat te doen. Dat is heel breed eigenlijk, het organiseren van communities. Eigenlijk ook heel erg veel buiten open source, ook heel veel marketing gerelateerde communities. Dat is een erg interessant aspect. Wat ik nu heel veel doe voor mijn werk is ook community management, maar dan voor andere bedrijven buiten community management. Voor een bedrijf dat heet Age of Peers. En met name werk ik nu voor een cliënt uit San Francisco. Die heel veel bezig is met het automatisch genereren van API's. Een soort mobiele backend. Backend voor mobiele applicaties. Erg interessant, Internet of Things. En ik vind het ontzettend leuk dat ik eigenlijk geswitcht ben. Want ik moet wel zeggen, een CMS is eigenlijk nog steeds een zeer monolithisch ding. Waar je van gaat zien in de loop van de jaren dat we ook steeds meer connectie moeten hebben naar andere apparaten. Om het gewoon zeg maar te kunnen. Goed kunnen laten functioneren in deze tijd. Goed, dat is een beetje wat ik doe. En waar ik het eigenlijk over wilde hebben is hoe je zeg maar, een held kan zijn in jouw eigen community. En wat ik zeg maar, gezien heb over de afgelopen jaren, ook in mijn community, is dat je heel snel conflict krijgt. Hè. Mensen begrijpen elkaar niet en eigenlijk schiet het dan niet op in de ontwikkeling van dingen. En kijk, je zal zien op een gegeven moment, als de nood aan de man is, dan staat er altijd iemand op die zeg maar, de zaken oplost. Dat is dan je held. En als er niets meer werkt, dan komt er altijd nog wel een held. En voor onze community is dat heel erg belangrijk. We zien in de Type 3 community bijvoorbeeld ook dat er bepaalde teams zijn die iemand hebben die echt een functie heeft om alles bij elkaar te houden. Dat beschouw ik zeg maar een beetje als een held. En wat ik zeg maar ook heel erg belangrijk vind daarin, is niet alleen dat we mensen hebben die zeg maar, het product zeg maar, op een hoger niveau brengen, maar die zeg maar, ook voor de community zelf zorgen. Dus zeg maar eigenlijk op het gebied van het sociaal functioneren gewoon een held zijn. Een van de dingen wat ik zeg maar, ook tegenkwam zeg maar, met het voorbereiden van deze presentatie is dat je Eelco, ik weet niet of Eelco hier is, die stuurde mij een tweet van een filmpje van wat hij dan helder vond. En daar zat Malcolm X bij en Obama en allemaal mensen van hele grote namen. Maar dat hoeft niet per se Nelson Mandela te zijn of wat dan ook. Jij kan ook een held zijn in jouw community. Dat is niet zo'n probleem. Je hoeft ook niet heel groot en gespierd te zijn. En Eelco die had mij ook al, die had echt wel verwacht dat ik hier met een cape zou zijn en een mooie bril. Maar dat is niet het geval. Dat hoef je allemaal niet te hebben om een held te zijn. Ongetwijfeld vinden jullie Dries natuurlijk ook een held in jullie community. En dat is ongetwijfeld het geval. Een van de dingen die ik zeg maar in deze presentatie, gewoon wat heel belangrijk is eigenlijk de sociale vaardigheden voor
geeks. Of eigenlijk gewoon in het algemeen eigenlijk voor mensen. Een paar van de dingen die ik vertel zijn eigenlijk gelden voor eigenlijk heel breed. Maar kunnen je wel helpen zeg maar, binnen je community om zeg maar, de boel iets sneller op gang te krijgen. Het grappige is eigenlijk dat ik heb hier gewoon wat dingen neergelegd over wat ik dan eigenschappen vind van wat dan een held is. Dus empathie, luisteren, inspecteren. Angst is er dan geen. Geen angst hebben is er eentje. Aanpassen en delen van zaken. En toen ik eigenlijk zeg maar, dat op een rijtje aan het zetten was, ik denk, oh, dan ga ik daar een presentatie over doen. Dan ga ik wel iets vertellen over die eigenschappen en hoe je die dan het beste zou kunnen cultiveren. Dan kom ik eigenlijk toch snel terug op een artikel wat Liz de Paard heeft gepubliceerd al een tijdje geleden. Ik zal later de link wel eventjes posten. En dat heet People Skills for Web Workers. En eigenlijk mijn presentatie daar een beetje op gebaseerd. Op verschillende methodes die je kunt hanteren om eigenlijk zeg maar, conflicten of dingen die zeg maar, in je community niet lekker lopen, te kunnen verhelpen. Kijk, eigenlijk met name hoe we hier, jullie als community, jullie als geeks, als technologiemensen. We zitten nu echt in een fantastisch tijdperk natuurlijk, ja, dat alles gewoon supersnel is. Alles met elkaar gekoppeld is. En ik kan me nog herinneren toen ik begonnen ben zeg maar, met het werken met een CMS, of überhaupt voor een CMS. Iedereen deed het een beetje voor zich, weet je wel. De sociale skills waren niet echt nodig. Je maakte je foldertje op internet, verkocht het en klaar is het. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig is alles gekoppeld en werken samen over verschillende platformen. Dus denk aan disciplines zoals interaction design, content, front-end en back-end ontwikkeling. Afdelingen, marketing, sales, wat heb je allemaal wel niet in je bedrijf. En de verschillende kanalen die we hebben. Denk maar aan alle sociale media die er zijn, daar word ik helemaal gek van. En de verschillende websites. Nou, hebben we dus de sociale vaardigheden, people skills, eigenlijk veel meer nodig dan voorheen. En met door gebruik te maken van people skills kunnen we ook een heleboel dingen oplossen, zeg maar. Maar people skills zijn eigenlijk net zo moeilijk aan te leren als technische vaardigheden. Jullie kunnen je allemaal best wel herinneren. Ik weet niet, wie is hier een developer? Ja, eigenlijk bijna iedereen. Hè? Je hebt vast wel herinnerd dat je begonnen bent. Hoe moeilijk het allemaal niet was Java te leren of PHP te leren. En je bent niet op een gegeven moment 's ochtends uit je bed gevallen en je kon ineens PHP, geloof ik. Iedereen heeft dat geleerd. Hetzelfde is eigenlijk met sociale vaardigheden het geval. De een kan beter PHP dan de ander, pikt het sneller op. Sociale vaardigheden is eigenlijk het idem dito. Gewoon. Dat zijn dingen wat je kunt leren. En blijf leren. Daarom ben je ook op een conferentie zoals deze, om gewoon weer dingen op te steken. En dan grotendeels zijn natuurlijk de presentatie weer naartoe gaan van technische aard. En deze is dan toevallig van sociale aard. Maar hier kun je ook wat van leren. als we het hebben over superhelden, had ik al eerder gezegd. Weet je, we hebben het niet over een cape of grote gespierde dingen. Maar we hebben het wel over superkrachten. En om people skills te leren, people skills. Eigenlijk het grappige is eigenlijk, wat ik in het Engels heb je het wel over people skills. En in het Nederlands heb je dat eigenlijk niet. Mensenvaardigheden heb je niet. Het is eigenlijk, wij hebben het eigenlijk alleen maar over sociale vaardigheden. Dat vond ik eigenlijk heel opmerkelijk om te zien. Als je eigenlijk die superkrachten zeg maar, een beetje eigen maakt, je sociale vaardigheden, wat kun je dan? Je kan omgaan met mensen, ook al hebben ze een andere mening of een andere visie. En dat is, in je team is dat best wel belangrijk. De ene wil dit en de ander wil dat. En laten we maar ervoor zorgen dat het niet ontaart zeg maar, in een strijd, zeg maar, ergens over. Wat kan je nog meer als je superkrachten krijgt, wat betreft sociale vaardigheden? Je kan omgaan met stress. Je kan moeilijke gesprekken hebben met ontwikkelaars en met klanten, gebruikers van je CMS. En je kan daarmee omgaan met gratie en met begrip. Een laatste ding, weet je wat de superkrachten ook doen, is voel je zelfverzekerd over je bijdrage zonder anderen te bekritiseren en met een open blik. Het is best wel heel belangrijk eigenlijk om dat te hebben. Als je gewoon verder wil met je product en je wil je product beter maken, dan is het toch maar slimmer om het zeg maar, tot consensus te komen, dan dat je elkaar zomaar afkapt. Nou zijn er natuurlijk een aantal samenwerkingsproblemen die je zo een beetje tegenkomt in je community of in je team. Dus je krijgt geen waardering, je hebt moeite bij te blijven met ontwikkelingen en de samenwerking op zich loopt niet goed. Nou, ik kwam een hele mooie quote tegen. En een presentatie of een artikel kan eigenlijk niet zonder quote.
Dit is een quote van Steve Maraboli. Ik ken de hele goede man niet, maar ik vond de quote ontzettend gaaf. When we are judging everything, we are learning nothing. Dus als we in het team of in ontwikkeling alleen maar verzanden in het bekritiseren van anderen, dan schiet het gewoon niet op. Dus we proberen met open blik te kijken naar wat een ander doet eigenlijk. En het is eigenlijk net zoals in het gewone leven. Probeer eerst maar eens happy te zijn met je eigen werk. Voordat je gefrustreerd raakt, omdat iemand feedback heeft over je werk. En je dat heel erg als kritiek ziet. Dat is wel grappig, ik zit nog steeds wat te kijken naar de presentatie. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat ik ooit zonder een presentatie werk. Maar je bent nog steeds wel geneigd om te kijken. Zo negatief, dus negatief over je eigen werk praten, komt ook veel voor. Je bent er snel geneigd om ook ander werk te bekritiseren. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en gedrag. Dus hou het bij jezelf. Weet je wel. En wat ik zelf ook altijd zeg, assume best intent. Denk het beste van wat een ander eigenlijk voorstelt of wil of welke kant hij op wil. Een ander ding wat je vaak zal meemaken is, op wat voor vlak dan ook, dat het lastig is om bij te blijven. Hè? Zeker, ik ben zelf nu in een richting opgegaan van Internet of Things en API's. En jezus, als je ziet wat daar gewoon aan de hand is, is gewoon erg moeilijk om gewoon een goed plaatje te houden van wat er allemaal gebeurt. Voor jullie zal het niet anders zijn. Er is elke keer wel weer een nieuwe framework, of er is een nieuwe JavaScript library, of er is een nieuwe of CSS 4 is er, of HTML 6. En vooral in een open source omgeving kan dat er inderdaad nog wel eens rommelig aan toe gaan. Dus buiten het feit dat je heel veel nieuwe technologieën hebt, heb je eigenlijk hetzelfde in je eigen community ook. En iedereen heeft wat te zeggen en waar we samen naartoe gaan is ook nog wel eens een keer onduidelijk. Ik had net ook nog een gesprek met iemand waar dat duidelijk naar voren kwam. De Typology community is niet anders dan een andere community. En soms is dat wel eens lastig. Hè? De ene wil rechtsaf, de andere wil linksaf. Hoe gaan we dat samenbrengen? En we moeten met elkaar dat gevoel van ongemak omarmen en accepteren en tolereren. Anders komen we er niet. We blijven hangen. Dus vertrouwen in de dingen die we doen is heel essentieel, zeg maar. Maar mensen zijn wel bang voor verandering. Hè? En dat leidt tot conflict. Met name in het vakgebied waar wij natuurlijk in zitten. Hè? Het internet is een bron van disruptie. Het MKB staat onder druk. De uitgeverij en traditionele verkoopmethodes wijzigen. De online strategieën. Ja, van alles verandert. En iedereen, je kan maar zo je baan kwijt zijn, zeg maar. Daar hoeven jullie allemaal niet bang voor te zijn. En ik ook niet, geloof ik. Want ik geloof dat de community managers ook in ieder geval voorlopig nog wel in trek zijn. En het werk wat wij doen is in de frontlinies. Dus als, in ieder geval als ontwikkelaars of makers van het internet, zitten wij voorlopig wel goed. Maar onze cultuur maakt het er niet beter op, zeg maar, om zeg maar, met conflicten om te gaan. We vermijden conflict of zien snel iets als een conflict. En jullie kennen dit allemaal wel. Hè? Je stuurt liever een hele lange mail naar iemand toe, dan dat je eventjes opbelt en zegt van nou, ik wil eigenlijk dit graag even oplossen. Om efficiënt eens aan te pakken. Het internet maakt het vermijden van face-to-face makkelijk, maar we hebben ook genoeg tools om wel met elkaar in contact te treden. We vinden het gemakkelijker om te zeggen dat iets niet gaat werken, dan om de uitdaging aan te gaan. En ik ken eigenlijk best wel veel voorbeelden ervan, als ik in mijn eigen community kijk, waar je zeg maar zegt van, nou, dit kan niet. En dan beginnen we er maar gewoon niet aan. Ik denk dat dat wel heel verfrissend is, als je de kans neemt om eventjes rustig te kijken naar de situatie, hoe je eigenlijk verder kan. Dat geldt, weet je, op veel gebieden. Ook buiten je community, maar zeg maar binnen je community met je developers, gebruikers en met je klanten. Stap even rustig terug en kijk even hoe je samen dingen kunt oplossen. Conflict kan je ook heel mooi omzetten naar een prima samenwerking. Dat wil eigenlijk zeggen, wat we ook heel vaak zien in de communities. Iemand die zich heel erg druk maakt over iets, heeft waarschijnlijk zijn hart juist aan de goede kant zitten. En wil juist heel graag iets doen voor je community om het te laten werken. Of voor je project, of voor je extensie, of je plugin. Of zoiets dergelijks. En ik zeg het nogmaals, ik zei het straks ook al. Ik zag het bij een conferentie in de States, dat iemand ook zei, assume best intent. Dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk altijd als motto aanhoud. Hoe lullig ze het ook brengen,
wordt eigenlijk het beste mee bedoeld. Ik ben zelf ook eerlijk gezegd ermee de fout in gegaan. Ik dacht van, oh, ik kan met 99% van de mensen goed opschieten. Maar net die ene persoon, dat kan ik me nou wel permitteren om er niet mee om te gaan. Ik heb me daar echt flink in vergist. Als er een conflict dreigt, verplaats je dan in de andere persoon. Dat is soms niet makkelijk, maar waarom kijkt deze persoon anders naar de situatie? En luisteren met empathie, dat is een van die superkrachten. Zorg ervoor dat je jouw conflict kunt omzetten naar samenwerking. Dat is echt hartstikke interessant hoor. In plaats van dat je met iemand ruzie gaat lopen maken. Kijk eens wat je eigenlijk samenbindt. En juist eigenlijk uit die energie kan gewoon een hartstikke mooie samenwerking ontstaan. Luisteren is een superkracht. Ik zie dat ook best wel vaak. Mensen die, kijk, ik sta nu ook wel, het is niet bij positie om te luisteren, maar ik ken genoeg mensen die urenlang lullen en eigenlijk niet in staat zijn om gewoon te luisteren. Ik geloof dat we het allemaal eigenlijk ons een beetje, ja, niet, ik wil niet zeggen voor schamen, maar als we niks zeggen of ze luisteren, is eigenlijk niets doen is niet goed. Maar neem van mij aan, luisteren is een hele goede superkracht. Heel goed luisteren. Luisteren met empathie zorgt ervoor dat je jouw conflict kunt omzetten naar samenwerking. Luisteren is een superkracht. Je luistert, als je luistert, dan luistert een ander ook naar jou. Je hebt met mensen te maken. Ik had het heel mooi hier op mijn blaadje gezet. Ik weet niet of iemand van jullie dit al wel eens gezien heeft. Age to age, human to human. Dus Brian Kramer heeft daar een boek over geschreven, dat heet Age to Age. En die als motto heeft hij, het is not business to consumer or not business to business, but it's human to human. Echt heel erg interessant. Er zijn een heleboel goede dingen die je daaruit kan halen. Wat ik al eerder zei, human to human geldt voor community, gebruikers, klanten. We worden beter als we oefenen. Actief luisteren met het stellen van kleine vragen aan een ander. Wat bedoel je eigenlijk? Weet je wel, en bedoel het niet als kritiek, maar stel je vragen naar een ander gewoon met een lach op je gezicht. Ik wil heel graag weten van jou wat je nou eigenlijk hiermee bedoelt. Een ander interessant ding is, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, is leer anderen te coachen. Nou, niemand die zal zeggen van, oh, ik ben een coach, maar je kan het allemaal. Zoals al eerder gezegd, hoef je niet alles te weten. En je kan van daaruit je collega's of teamleden coachen. Je kan het beste leren door anderen les te geven. Zo ook geldt dat voor coachen. Ik, voor mezelf vind ik dat ook. Dus als ik een presentatie geef, ik hoop daar alleen maar van te leren. Ik hoop dat jullie iets leren, maar ik hoop dat ik zelf ook iets leer. Coachen betekent dat wij de problemen niet oplossen, maar we kunnen mensen wel begeleiden in het maken van beslissingen in hun eigen ontwikkeling. Je kan zo realistisch skills en groei promoten terwijl je toch aardig bent naar een ander. Dus je hoeft niet meteen te zeggen van, je doet het niet goed. Maar help iemand anders gewoon op weg. Dus het gewone leven buiten je community, maar ook in je community, met ontwikkeling van software of wat dan ook. Dus ik kan nog wel eventjes later, na de presentatie, nog een linkje voor geven. Maar een typische coaching, wat je zou kunnen doen, gaat volgens het GROW-model. Het is gewoon een acroniem. GROW is een acroniem voor Goal, Reality, Options en Way Forward. Het staat voor eigenlijk, als je met elkaar misschien een conflict hebt of zo, of iets anders, of je wil ergens iets oplossen, of je wil misschien in een team gewoon een bepaalde kant op met je product, met je extensie, wat dan ook. Vraag maar aan de ander, begin met de goal. Waar wil je heen? En hoe weet je eigenlijk wanneer je er bent? Dat zijn dingen, weet je, als individu, je kan wel heel moeilijk jezelf dat soort vragen stellen. Het is heel goed om dat met z'n tweeën te doen. De realiteit is, waar ben je nu? Wat zijn de uitdagingen? Dat zijn de vragen die je elkaar kunt stellen. En dan heb je de opties in het hele GROW-model. Hoe ga je eigenlijk die uitdagingen aan? Dat is een vraag die je jezelf kan stellen, maar ook met meerdere mensen of in een team. En dan als laatste de weg vooruit. En in GROW staat er gewoon actiesteps. Maar wat ik heel belangrijk vind in die ontwikkeling, als je hele kleine stapjes kunt maken. Een kleine stap is een klein succes. Een klein succes kan je weer vieren. Ik denk dat ik zelf, dat je nooit echt moet streven naar echt een heel groot eindresultaat. De kans is heel groot dat je er niet komt. En probeer gewoon kleine stapjes te maken. In wat voor proces je dan ook eigenlijk zit. Of het je software is, nogmaals, of het is je eigen leven. Je kan leren door te coachen en een ander te vragen je te coachen. Wees niet bang om hulp te vragen. Vraag het gewoon als je het niet weet. Ik weet het niet. Zeg het gewoon.
Wees daar eerlijk over. Mensen vinden het vaak super om je te helpen als ze kunnen. Dat is echt waar. Zeker, ik denk dat je dat zeker kan zien in een open source community als de Drupal community of Type 3 community of wel wat voor andere open source community dan ook. Mensen vinden dat, ik denk met name daar, gewoon hartstikke leuk om te doen. Aarzel niet, doe dat gewoon. Vraag een collega om samen met jou die tool te gebruiken. Ik zal het posten, onthoud het gewoon. Ik denk dat het heel makkelijk is om te onthouden. Grow als je dat opzoekt. Grow met coaching, vind je dat iets. Het zijn hele kleine dingetjes die je gewoon kunt gebruiken in je hele ontwikkelingstraject. Persoonlijk of technisch. Die je gewoon echt wel iets verder helpen. Ik ga heel eventjes dan terug naar gewoon het lijstje. Eigenlijk waarvan ik oorspronkelijk bij presentatie mee was begonnen. Ik vond het best wel lastig. Want ik denk als je gaat kijken naar eigenschappen. Wat zijn nou eigenlijk superkrachten waarmee je als mens dan iets sneller vooruit komt. Dan heb ik inderdaad opgeschreven empathie en luisteren. Dat zijn twee hele belangrijke. Dus ik denk dat empathie met name echt heel belangrijk is om een ander te kunnen voelen. Weet je, wat gaat er in een ander om? En wat ik al zei, luisteren is een heel onderschatte superkracht. Probeer dat eens, want echt te luisteren wat een ander nou eigenlijk zegt. Wat ik zelf ook twee superkrachten vond, is inspecteren en aanpassen. Wat eigenlijk uit de Scrum-methodologie komt. Dus inspecteren, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Echt als heel goed, kijk echt goed waar je mee bezig bent. En met name het aanpassen vind ik een heel belangrijk aspect. En dan komt eigenlijk ook weer terug waar we het net over hadden in kleine stapjes. Als je kijkt, Scrum gaat ook over kleine iteraties. Als je dat de hand weet te nemen, kan je ook sneller vooruit. Weet je, je hoeft niet te lang te wachten om iets te ondernemen. Maak een kleine stap en kijk, als het niet lukt, doe het anders. Het is wel een methode, vind ik, met name de Scrum-methode, om gewoon echt iets voor elkaar te krijgen. Ik snap eigenlijk soms niet dat het niet altijd al zo geweest is. Weet je wel, is zoiets als waterval, hoe heeft dat eigenlijk kunnen ontstaan? Zo'n projectmethode of Prince 2 of wat dan ook. Een laatste superkracht die ik dan nog zag, is eigenlijk delen van je kennis. Maar ik vind dat eigenlijk is het niet de kracht die je ziet in een superheld. Weet je, luisteren kan je wel iets mee en al soort andere dingen. Maar ik vond toch nodig om dat even te noemen, omdat het bij ons als open source communities denk ik heel belangrijk is. Gewoon de kennis die we in huis hebben, om die aan een ander te geven, op een onbaatzuchtige manier. Ik heb iets geleerd, ik wil het een ander gaan geven, of in ieder geval mijn kennis delen met een ander. Dus dit zijn eigenlijk, vijf dingen in een open source community die heel belangrijk zijn. Een lijstje van, eigenlijk een soort checklijstje van waar je af en toe even doorheen moet gaan, doe ik dat eigenlijk wel. Het waren vijf dingen van een hele lange lijst. Hoor. Er zijn best wel heel veel dingen. Dan had ik eigenlijk als afsluiting van mijn verhaal over hoe je als een held kan functioneren in je community. Ook het hoofdstukje angst. Het is eigenlijk, dat is geen superkracht natuurlijk. Maar het is iets wat een superheld niet heeft. Maar waarom ik het toch heel even over wil hebben, omdat ik denk dat het wel iets is waar we samen allemaal best wel heel veel last van hebben. Ook in een ontwikkeling van producten of in wat dan ook. Er zijn altijd wel kleine dingetjes. Bang om niet aardig gevonden te worden. Misschien vindt iemand de code die ik schrijf niet leuk. Of wat dan ook. En daar heb ik een hele kleine tip voor eigenlijk. En wat ik zelf in ieder geval gebruik. En ik doe zelf heel veel meditatie. En dat is niet iets wat ik jullie wil aanraden, want dat werkt gewoon niet zo. Ik kan niet zeggen van, ga morgen maar eens even 20 minuten zitten mediteren. Maar zoals ik ooit begonnen ben daarmee, omdat angst is toch iets wat heel erg menselijk is. En als we de hele dag maar doorleven, we staan op, we drinken heel veel koffie en we gaan maar door. Weet je, wat heel veel van jullie ongetwijfeld, dat iedereen dat hier doet, niet elke dag, maar best wel heel vaak, tot 's avonds laat door. Weet je, je gunt jezelf geen tijd en niet even een moment om gewoon over dingen na te denken. Eigenlijk, de hele presentatie, alle dingen wat ik vertel, heeft daar heel erg mee te maken. Gewoon om wel even je rust te nemen. Dus een ding wat ik zeg, wat voor mij heel erg geholpen heeft op een gegeven moment, is om gewoon wat meer rust en wat meer controle in je leven te brengen. En ook iets met die superkrachten te kunnen doen. Bijvoorbeeld, 's ochtends als je opstaat, even op de rand van je bed te gaan zitten. Gewoon een minuutje en even na te denken over wat je gaat doen eigenlijk die dag. Weet je, en als dat iets voor jou is, ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet iets voor je is, probeer het af en toe in te bouwen. Ik heb laatst ook tegen iemand gezegd,
Ja, want hoe vaak hoor je wel niet? Hoe gaat het? Ja, ik ben druk. Ja, je kent het wel. Ja, jij bent ook druk. Dus, daar had ik laatst ook iemand die bij dat voor de zoveelste keer zei. Ik zei, nou, probeer het nou eens. Ga nou eens gewoon, doe nou eens even niks. Ze gaan nou eens even gewoon zitten. Doe niets. En kijk eens hoe je daarna voelt. Nou, inderdaad, volgende telefoongesprek daarna. Heb ik inderdaad gevraagd. Nou, dat is eigenlijk wel een hele gave manier om gewoon eventjes wat balans en wat lucht in je leven te krijgen. Ik denk dat dit is eigenlijk een heel klein dingetje. Wat ik heel graag naar jullie wilde overbrengen. Van probeer dat eens gewoon om eventjes... Ga even zitten, schakel jezelf even uit. Misschien dat je niet helemaal jezelf uit kan schakelen. Misschien pak even een boekje erbij. Maar bepaal even bewust dat je even niks wilt doen. Dat je even niks met die klant te maken wil hebben. Dat je even niet met je partner iets wilt doen. Of claim even je eigen tijd. Dit is voor zover... Dit zijn mijn tips om een held te zijn in jouw community. Ik hoop dat je er iets mee kunt... Ik weet niet wat voor zitten we op de tijd. Want ik had eigenlijk nog een voorstelletje om even wat... Half vier. Ik heb nog een kwartier dus, hè? Oké. Ik zal eventjes, even in dit kwartier nog even iets vertellen over de Type 3 community. Dus ik weet niet of jullie daar... ik zal even een heel klein beetje aangeven hoe de community is ontstaan. En dan kunnen jullie misschien daar nog wat vragen op afvuren. Anders daarna kun je ook altijd maar even aanschieten in de gang. Dus de Type 3 community is eigenlijk, wat ik al eerder zei, lijkt heel veel op de Drupal community. In de zin dat we gewoon toch wel een gelijknamig product maken. Maar wat in de Type 3 community gebeurd is eigenlijk ik heb laatst een artikel over geschreven. En dat is eigenlijk al 10 jaar geleden besloten om een nieuw CMS te bouwen. Dit refereert wel heel erg aan de dingen wat ik ook vertel. Dat iedereen zei van ja, het is onmogelijk om dat gewoon tot een solide product te maken voor de toekomst. Niets is minder waar, blijkt nu op dit moment. Maar dus 10 jaar geleden besloten om 2 verschillende CMS te bouwen. Een nieuwe CMS heet Neos. Daar is een hele aparte PHP-framework voor gebouwd. En eigenlijk zoals het ontwikkeld is, is het eigenlijk meer ontwikkeld als een soort van extensie. Er is geen nieuwe community ontstaan. Het oorspronkelijke core team heeft zich zeg maar een beetje gesplitst. En die zijn zeg maar aan de allernieuwste technologie begonnen. En wat uiteindelijk gebeurd is, het is een hartstikke mooie case study voor wat er in de community kan gebeuren, denk ik. Wat er eigenlijk met het nieuwe product gebeurd is, het is nu in de Neos is in versie 2.0. Maar het is een heel ander product geworden dan een product als Drupal of Type 3. Dus het is eigenlijk een product zonder backend. Gebaseerd op hele andere technologieën, ook met Symfony-componenten en noem het maar op. En wat we eigenlijk gezien hebben in de community is dat, wat ooit gezien is eigenlijk als het ontwikkelen van een opvolger van een huidig CMS, gewoon niet gebeurd is. Het is gewoon niet gelukt op een of andere manier. Of de community, en daar bedoel ik dan ook klanten mee en bedrijven zeg maar, die Type 3 CMS gebruiken. Die hebben zeg maar, heel erg de ontwikkeling van het huidige CMS proberen te bevorderen. En eigenlijk hebben we jarenlang daar in stilgestaan dat het huidige CMS eigenlijk niet ontwikkeld is. Het grappige is eigenlijk ook wat je ziet, weet je, als je het hebt over superkrachten. Dat iemand zeg maar, zich manifesteert en zegt van... want iedereen heeft eigenlijk gewacht van, we doen alleen wat maintenance en we gaan gewoon niet verder naar een ander systeem. Heeft iemand gewoon gezegd, we gaan gewoon er weer vol tegenaan. En het huidige Type 3 CMS ontwikkelt zich op dit moment eigenlijk als een speer. En de rare situatie ontstaat eigenlijk dat we nou binnen één project, wat vroeger ooit één Type 3 CMS project was, zeg maar, waar we nu verschillende producten hebben. We hebben dus gewoon een template engine, we hebben een... modern CMS, we hebben een soort van legacy product. En er zijn nog een paar producten of zo die ontstaan zijn. En dat is wel eigenlijk wel heel raar om te zien, want eigenlijk, zoals jullie bijvoorbeeld ook een Drupal Association hebben, we hebben ook een Type 3 Association. En die krijgt eigenlijk een hele andere functie als het goed is. We moeten nog wel zien waar de toekomst naartoe gaat. Maar meer als een soort van Apache Software Foundation, waar je meerdere producten onder hebt. Dus dat is wel een hele opmerkelijke ontwikkeling. Dat wil ik graag met jullie delen. En ik sta er open voor als jullie vragen hebben over Type 3 of over mijn presentatie. Ja, ik ben relatief actief in de Drupal community. Oh, super. Mijn ervaring is dat het heel makkelijk is om mensen enthousiast te krijgen om te helpen die al actief in de community zijn. Ja. Ik werk bij een Drupal bedrijf, dat
volgens mij, even met als dit, hier zijn al 350 mensen hè, bij elkaar. Ik vind, het al niet slecht, zeg maar. Ja, maar ik ben de enige van mij die hier nu is. Oh, ja, ja. God, dat is wel een gewetensvraag hoor. Want ik moet zeggen dat ik in Nederland zelf ook moeite mee heb. We hebben zeg maar 2 weken geleden een Type 3 camp. Type 3 organiseert heel veel barcamps, zeg maar. En in Duitsland stikken ervan. En Polen en Roemenië. Ik denk zo'n 15 bij elkaar. Maar in Nederland krijg ik ze ook gewoon niet geactiveerd op een of andere manier. Ik weet niet wat dat is, maar. De mensen die er wel zijn, die doen heel actief mee. Ja. Ja. Hoe krijg je het nou met mensen Ja, maar jij zegt bijvoorbeeld wel, ik ga er wel naartoe. Ja. Maar de anderen zeggen het niet. Nee. Ja. Ik ben Marja Koets, ik werk in Groningen voor het bedrijf. Toen ik begon daar, ging niemand er naartoe. We zijn nu 2 mensen na die de telefoon moeten bemannen. We zijn hier allemaal. Ik denk dat het ook een verantwoordelijkheid is van de leiding. Ja. Ja, ik denk dat het ook een beetje een kwestie... Ja. Ja. Hey, maar misschien is ook een beetje wat ik vertelde al eerder. Hè? Want je kan bijvoorbeeld, jij kan ook naar je baas gaan en heel verontwaardigd zeggen waarom motiveer je die mensen niet. Maar je kan ook proberen dat een beetje... Ja, nou ja, goed, ik ken wat jij zegt. Oh, ik ken... Ja. Ja, nou ja, ik ken het precies hetzelfde. Ik heb het, zeg maar, ook de Type 3 bedrijven gebeld en gezegd, jongens, motiveer je mensen in je bedrijf. Ja, maar hij wil gewoon niet. Weet je, ik denk dat het toch een kwestie van lange adem is. En weet je wel, transporteer het gevoel, weet je, van wat een gaaf evenement het is. Na het laatste Type 3 hebben we ook gezegd van, gooi het eruit op de sociale media hoe gaaf het is. Weet je wel, dus... Van dit soort evenementen doen we mee, omdat het in basis blijft. Ja, ja, ja. Ja. Om leuke, nieuwe, hippe technologieën ja. En zo te delen ja. Met elkaar. Ja. Ja, we zaten iedere keer weer met 5 zelfde koppen naar elkaar te kijken. Ja, het is wel... Ja, het is wel een clubje. Ja, misschien weet je wat wij, tenminste, maar dat is in wat kleinere kring vaak doen, is gewoon een Type 3 bieravond. Weet je? We doen zo'n Drupal bieravond, dan nodig ik steeds wat meer mensen uit. Ja, het is toch een kwestie van lange adem hebben, denk ik. Ja, en ik ken het ook van andere bedrijven, weet je, die echt zeggen van, ja, en dan gaat het nog niet eens om het naar conferenties toe gaan, maar ook andere evenementen. Ik krijg ze niet uit de stoel, weet je wel. Dus sommige mensen zijn helemaal zo, dat ze van 9 tot 5 werken, maar... Ik zou dan nog, weet je, ook wat ik in mijn presentatie al zei, wees er niet verontwaardigd over, maar probeer gewoon je motivatie over te brengen aan mensen. Heeft iemand anders nog een vraag? Nee? Niet over Type 3? Niet. Nou, dan als jullie nog wat hebben wat je mij wil vragen over Type 3 of over dit onderwerp hierna, dat is ook prima. Dankjewel. Magische wijze aan, ja, magische wijze aan. Ben, we willen je hartelijk bedanken voor je sessie vandaag. Want nou ja, net als mensen die enthousiast moeten zijn, moeten er ook mensen enthousiast zijn om hier sessies te geven. We hebben als dankjewel een kleine blijk van waardering. Ja. In de vorm van een what-if-boek ja, van Randall Monroe. Oké, dankjewel. Super.